Dit is het autostrand op het eiland Rømø. En wat zo cool is hieraan, vergeleken met alle andere stranden, is dat je dus met je camper gewoon op het strand kan rijden. En het voordeel is dat je niet met je spullen hoeft te slepen van de parkeerplaats naar het strand, want je bent er al. En toen kwam er ineens een auto van de militaire dienst eraan om ons te waarschuwen dat we het strand af moesten. Want er is vandaag een of andere oefening met een eekhoorn. We gaan vandaag naar het Deense eiland Menneu en dat is het allerkleinste waddeneiland van Denemarken. Maar de weg ernaartoe is niet zo simpel, want een deel van de dag ligt de weg onder water. En dat komt door de getijden, want het is, dus een waddengebied, dus de flinke stijging en daling van het water. Dus we moeten best wel goed onze route gaan plannen. No crossing without knowledge of the high tide. Ik denk dat we dat even moeten gaan opzoeken. De laagtij om 13:42. Nou, het is nu 11:30, dus op zich gaat het nu alleen maar lager worden de komende uren.